Maar stuur me een pb'tje, dan doen we het de andere keer zeker. Een soort sectencollectief. Nou, inderdaad, alleen het is natuurlijk wel zo. Kijk, de meeste mensen die in de secte zitten, hebben helemaal niet door dat ze in de secte zitten, snap je? Alleen de leiders, de hogere mensen, die beseffen zich dat ze eigenlijk gewoon sectarisch bezig zijn, natuurlijk, hè? Dus ik wil ook niet te hard zijn voor die mensen, maar ze moeten nog wel tot inzicht kunnen komen dat ze gewoon achter de verkeerde lui aanlopen, weet je wel? Dat ze gewoon bij de verkeerde mensen in hun reet zitten. En we moeten sowieso niet in elkaars reet zitten, man. Al die ellende, weet je? We lijken ook wel helemaal woke, man, met z'n allen, man. Altijd in elkaars reet alleen nog maar zitten, man. Jezus Christus, mensen, daar komen geen kinderen van, hè? Maar goed, mensen, dit wou ik dus even zeggen. Kijk de post van Richard Willems. Ik heb hem ook gedeeld op mijn tijdlijn. Ga even goed nadenken, allemaal voor jezelf weer, alsjeblieft. En ik wens jullie een hele fijne dag.